Ja, welke logo's zijn lijnsymmetrisch en teken alle symmetrieassen? Nou, dat gaan we ook doen. Nou, wanneer is nu een figuur lijnsymmetrisch? Een figuur is lijnsymmetrisch als je hem over een bepaalde lijn kunt vouwen. Dus bijvoorbeeld dat je hem over deze lijn kunt vouwen en dat dan precies alles op elkaar valt. Zowel de buitenkant als wat erin staat. Nou, dus je gaat kijken hoe kan ik hem vouwen. Dan pakken we eerst. Bijna altijd adviseer ik, kijk eens eerst even wat gebeurt er als je verticaal vouwt. Wat gebeurt er dan? Nou, dan valt hij precies op zichzelf. Oké, dan weet je dus dat dit een symmetrieas is. Dan, want een symmetrieas moet je bij ons stippelen. Dan ga je kijken, oké, als dit er één is, is hij dan misschien ook horizontaal eentje? Nou, gaan we even kijken, als ik hem langs deze lijn vouw, stel ik vouw hem langs deze lijn, valt hij dan precies op elkaar? Ja. Oh, verkeerde knop. Zo. En dan is dit dus ook een symmetrieas. Dan ga je altijd kijken. Oké, hier loopt hij van punt naar punt. En hier loopt hij van het rechte stuk, zeg maar eventjes, naar de overkant het rechte stuk. Dus dan zal dat hier waarschijnlijk ook zijn. Zo. En dat is er inderdaad eentje. Ik heb spijt van dat ik heb gezegd dat jullie ze moeten stippelen. Ik zou ze ook liever gewoon rechtdoor tekenen. Nou, je kunt ook zeggen, ik heb hier twee getekend. Lopen er daartussen nog eentje? Nou, dit is er eentje. En dit is er eentje. Dan ook, hè, van de overkant, van de ene kant naar de overkant. Nou, dan lijkt het erop of je klaar bent. Maar je hebt er hier een van punt naar punt getekend. Kijk eens even of je vanaf het andere hoekpunt er ook nog één kan tekenen. En jawel hoor, hier kun je er ook nog één tekenen. En hier kun je er ook nog eentje tekenen. En daartussen is er geen meer mogelijk. Dus dit zijn de symmetrieassen. Als ze nu vragen hoeveel zijn het er, dan moet je even goed rekening houden met de kleuren. Of met de kleuren. Ik wou zeggen, ik ga hem inkleuren. Het zien met dat. Dit lijken er meer dan te zijn. Kijk, want dit is er eentje. Dus als je nu gaat tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan denk jij: oh, dat zijn 12 symmetrieassen. Maar dan heb je hem dubbel geteld. Dus hou er altijd even rekening mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus deze heeft er 6. Is nu niet gevraagd, maar soms vragen ze dat, hè? Dan gaan we naar de tweede, het tweede figuur. Misschien zie je al, hey, deze heeft er geen en deze heeft er geen. Je kunt hier onmogelijk zo een lijn in tekenen dat waar je hem over kunt vouwen dat hij op zichzelf valt. Dus deze heeft er geen en deze heeft er geen. Dit is een lastige, want het is een vierkant, maar van een vierkant weet je van hoekpunt naar hoekpunt, hè, is er één. Is dat in dit geval? Jazeker, want er valt precies mooi die vakjes op elkaar. En dan zeggen ze, ja, het is geen vierkant. Nee, dat klopt, maar de figuurtjes zijn in de vorm van een vierkant getekend en dat mag je dan gebruiken. Nou, zo is het deze, is er ook één, want als je langs deze lijn van hoekpunt naar hoekpunt gaat, dan zul je zien dat die ook op elkaar valt. Maar let nu op, deze, even ander kleurtje, ja. Bij een vierkant zou dit er ook één kunnen zijn. Maar dan gaat het hier mis, want hier loopt dit figuur zo. En hier zit alleen maar een blokje. Dus deze zo van het midden van deze zijde naar het midden naar de overkant van de zijde, dat is er geen. Want als dat zou zijn, dan zou dit stukje ook hier moeten zitten. En dat is niet. Dus kijk ook altijd naar de tekeningen. Dus deze heeft er maar twee. Dus deze had er zes. Deze heeft er twee. Dan tot slot deze. Deze heeft er echt maar één. Kijk maar, alleen maar zo kun je het doen. Want zo gaat niet, zo gaat niet, zo gaat niet. Dat gaat allemaal niet. Want ja, je kunt hem wel zo vouwen. Maar als ik hem zo zou vouwen, dan zou deze punt, even kijken hoor, zo moeten zitten. En dat is niet. Kijk, was deze nu zo getekend, dan was dit er ook eentje. Maar dat is niet. Dus hier heb je er maar één. Dus je hebt er zes, je hebt er twee, je hebt er één. Als ze vragen hoeveel, hè? En hier even goed opletten wat hier dus zo gemeen aan is. En dan gaan, denk ik, veel leerlingen fout doen. Denken ook dat dit er één is. En dat is dus niet. Kijk maar naar die hoekjes. Kijk, zie, daar zit geen hoekje. En wat altijd hier kan helpen is even je blaadje draaien. Dan ga ik ook even laten zien. Als ik, momentje. Als ik mijn blaadje draai. Kijk, ik heb hem nu zo staan, hè? En dan zag je wel dat dit er één was. En je zag dat dit er één was. Oh, dat is niet echt handig, die kleur. Zo, je zag wel dat dit er één was, hè? Want dan valt het hoekje precies zo op elkaar. Dit vierkantje valt op elkaar. En dit valt daarop, dit valt daarop. Dus dit is er één. Dit is er één. En zo is ook deze er één.
Maar nu is de vraag, is dit de O1 en is dit de 1? Nee, want dan weet je allemaal, hoe had je dat nu kunnen zien? Nou, je had hem kunnen draaien. En als ik hem nu had gedraaid, mijn blaadje, en ik kan natuurlijk niet mijn scherm draaien, althans, ik kan ook wel met de verandering voor jullie niet, dus ik ga hem nu even zo leggen. Als ik hem zo leg, dan zie je eigenlijk veel gemakkelijker dat dit er geen is en dit ook niet. En dan zie je, oké, nou, dan was het dus alleen. Zo, de diagonale. Want een vierkant, een kaal vierkant, heeft er horizontaal en verticaal en de diagonale. Nou, dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. En ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Doei!